15 medische studenten hebben vandaag hun ticket naar Servië ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid. Deze studenten zullen voor de duur van 5 jaren hun medische opleiding volgen in het Oost-Europees land. Na afloop keren ze terug naar Suriname, waar ze zullen worden ingezet als artsen. Minister Antoine Elias vertelt in een interview dat dit project volledig past binnen de vriendschapsbanden tussen Suriname en Servië. Deze 15 studenten maken deel uit van de tweede groep die in Servië een studie volgt. Het is een heel belangrijke mijlpaal, nogmaals, voor Suriname in de vriendschappelijke banden die wij met Servië hebben. Er komt nog heel veel meer vanuit Servië en het wordt een win-win situatie waarbij wij ook Servië mogelijkheden gaan bieden om in Suriname toegang te krijgen. De groep beschikt over een VWO-diploma en moest eerst door een screeningstest heen om in aanmerking te komen voor de beurs, zei de minister verder. Ze hebben hun VWO-diploma en ze hebben voldaan aan de eisen om voor te gaan om te gaan voor de geneeskundige opleiding. Om hoeveel studenten gaat het en was er een voorselectie? Nou, het gaat om 15 studenten en er was natuurlijk een selectie. Iedereen is erdoor. Laten we hopen dat ze ook verder hun studie kunnen afronden. Eerst gaan ze de taal leren en daarna gaan ze verder met hun studie medicijnen. Aldus minister Antoine Elias van Volksgezondheid vandaag bij de overhandiging van 15 tickets aan Surinaamse studenten die richting Servië vertrekken voor hun studie.